Oh gosh. Ja, het gaat los, het gaat los. Alles begint te trillen. Ja, en dan komt hij, dan komt hij, dan komt hij, dan komt hij. Yo, Nintendo fans. We staan boven op de berg. Jullie zien het rift hierboven nog een heel klein beetje. En dit is waar het allemaal toe leidt in Pokémon Legend Arceus. Kijk, ja, we ballen onze vuisten. En daar gaan we, jongens. De Almighty Sinnoh komt eraan en wij moeten hem stoppen. Want volgens mij is hij niet al te veel goeds van plan. Als jullie dit een vette serie vonden, doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Daar help je mij heel erg bij. En dan gaan we hier naartoe. Oh, we zien hier al die almachtige Pokémon. We zien Cleaver, een beeld van Weirder. Daar links zien we Ursaluna en Lilligant. Ja, vet, vet, vet. Hisuian Arcanine, Basculegion. Ja, Sneasler. Dit is cool, man. Dit is echt super vet gedaan. Electrode, Braviary. En als laatste daar Avaluk, die in het echt veel groter is. Maar het komt dus allemaal neer op dit moment. Let's go, guys. Let's go. Adamant zegt, kom op. Gebruik de rode ketting. Maar Irida zegt, wacht even. Wat gebeurt er? Wat is dit? Ik hoor een stem in mijn hoofd. Nee, niet in mijn hoofd. In mijn hart. En het praat met me. Oh, ze krijgt een visioen. Jij houdt de rode ketting vast. Probeer me te vangen dan. What? Adamant zegt ook, wow, Irida. Hoor je wel wat je zegt? Jou vangen? En Irida zegt, ah, de Almighty Sinnoh die praat volgens mij met me. En hij vertelt mij, jij die de rode ketting vasthoudt, probeer me te vangen voor het gevecht dat er aankomt. What? What? We krijgen nog een cadeautje van Kamado. 10 Ultra Balls. Lekker. Oh, die zullen we nodig hebben. Dus we moeten de Almighty Sinnoh gaan vangen voor het gevecht wat er nog aan zit te komen. Oh, gosh. Ja, het gaat los, het gaat los. Alles begint te trillen. Ja, en dan komt hij, dan komt hij, dan komt hij, dan komt hij. Wow, dit is wel heel vet gemaakt, jongens. Dit is super cool. What? Holy moly. Oké, daar is Palkia. Mega groot. Jeetje. Wat een baas. Kijk, we kunnen er amper daar blijven staan. De rode ketting. Die gooien we om Palkia heen. En gaan we hem dan op die manier vangen? Hebben we hem dan te pakken? Come on, Palkia. Come on. Verzet je niet. Laat me een ultrabal gooien. Oh, kijk, ja. Oh, wacht. Hij sloopt de rode ketting gewoon. En hij is boos. En hij is level 65. En hij doet Earth Power. En ik kan nu al gedag zeggen tegen mijn eerste Pokémon. Ja, lekker is dit. Nou, Togekiss, jij hebt super effective moves. Let's go. Laten we eerst maar een extra sensory doen. Die doet niet zo heel veel damage. Oh, ik ga hem denk ik slopen straks. Als ik nu Moonblast doe, die is super effective. Oh, ik dacht echt dat ik Palkia ging slopen. Oh, kijk deze harde Hydro Pump. Hou op. Oké, ik heb hem gelukkig niet gesloopt. Let's go. Ultra Ball. Palkia, join mijn team. I need you. Blijf erin. Kom op. Come on, Palkia. Oh, met één bal. Super nice. We hebben hem gewoon. Lekker dit. We hebben gewoon de Almighty Sinnoh gevangen. De Almighty Sinnoh van Irida dan. Niet de Almighty Sinnoh van Adamant. En ze is helemaal verbaasd dat we hem hebben gevangen. Adamant zegt, de rode ketting is kapot. Maar we moeten nog steeds de Pokémon van de meren bedanken voordat we zo ver zijn gekomen. En Lavender die zegt, goed gedaan, Rikachu. Ik ben trots. Irida hoort nog steeds de Almighty Sinnoh praten. En die zegt, nee, het is niet de Almighty Sinnoh. Het is Palkia. De machtige Palkia praat met mij in mijn gedachtes. Ruimtetijd groeit chaotisch. Zijn kracht faalt? De boze. Hij komt nu om te vechten. Daarom ben ik hier. Kamado die zegt, wat? Er is er nog één. Maar de rode ketting is kapot. Het kan niet gebeuren dat Rikachu nog een Pokémon zo sterk als deze kan gaan tackelen. Kan gaan verslaan. Oh, komt hij nu gelijk? Gewoon nu? Gewoon scheid? Gewoon... Ja hoor. Ja hoor, hij komt gewoon gelijk. Die gekke Dialga, jongen. No! Oh, shit. Oké. Nou ja, Palkia ging net makkelijk. Ik vraag me af of Dialga nog makkelijker gaat. Want Dialga is wel echt oprecht boos. Kijk dan. Ja, dit kunnen wij niet. Kijk, we rennen ook weg. We denken, nee. Dit is niet de tijd. Kamado zegt ook, iedereen, we moeten hier weg. Opzouten, wegwezen. We gaan naar het Summit Camp. We moeten hier weg voordat de Almighty Sinnoh ons allemaal wil verslaan. En Adamant zegt, nou, maar commander, we kunnen niet gewoon weggaan. Kamado zegt, we moeten wel, anders gaan we allemaal dood. Waar wacht je op? Let's go. Zo, dat was me wel even een behoorlijk trippie op die berg. Lavender zegt ook, ja, hij is zo krachtig. Momenteel kunnen we niks doen aan zo'n krachtige Pokémon. Heb je die energie gezien die uit die rift komt? En waarschijnlijk is dat dezelfde energie die al die bliksemstralen heeft veroorzaakt. Dus Dialga is de oorzaak dat alle Pokémon zijn
zijn gek geworden. En Iride zegt, nou, we volgden allebei een ander pad, onze twee clans, maar we hadden allebei gelijk. Hoe kan dit nou? Kamado geeft nog even zijn excuses vanuit de bodem van zijn hart aan iedereen. Jullie zagen de waarheid die ik niet kon zien. Jullie hebben nooit je geloof in Rikachu verloren. En ook aan mij biedt hij zijn excuses aan. Vooral omdat ik nog steeds Hisui gewoon wil redden. En Ademan zegt, ja, maar we kunnen dit Space Rift ding niet gaan negeren, jongens. Wat moeten we nou doen? We moeten terug naar de tempel. Maar niet nu, toch? Want de rode ketting is kapot. Maar ja, Palkia is nu natuurlijk wel bij ons. De uitvinding van de mensen. Breng deze drie bijeen. En kalmeer de chaos nu. Die de flow van de tijd verstoort. En dat was weer Palkia die aan het praten was. Ja hoor. We moeten terug naar de tempel, zegt Palkia. En Leventon die zegt, die uitvinding van de mensen, dat moet de pokebal wel zijn. We moeten naar Lian. Lian die is blijkbaar heel erg slim en die weet alles over stenen en mineralen. En er is nog een vraagstuk over stenen wat we moeten oplossen. We moeten alle plates geven die Weirdeer en de andere Pokémon aan mij hebben gegeven. Die moeten we nu aan Leventon geven. We moeten blijkbaar op zoek nu naar een of andere bijzondere steen. Dus de, ja, laten we naar Lian gaan. Ik spreek dat altijd op zijn Nederlands uit. Het is natuurlijk Lion. Melly is er ook weer, ja... Ik weet niet wat ik met deze aan moet. Melly zegt ook, ja, maar wat is mijn rol? Wat is de rol van de grote Melly? Melly wil gewoon ook iets doen. En Ademan zegt, jouw taak is om de anderen te supporten. Ademan is boos. Iedereen heeft tot nu toe een bijdrage gehad, behalve jij. Het is wel echt een van de meest nutteloze figuren ooit, volgens mij, in een Pokémon game. Oh, maar we krijgen wel iets van Melly. Wat krijgen we dan? 3 candy truffels? Nou, dankjewel, joh. Helemaal top. Heb je toch ook een grote rol gespeeld? Oh, daar is Lion. En Melly is weer jaloers. Die noemt de hoed van Lion spuuglelijk. Nou, lekker beleefd weer. Ga je nou eens gedragen, joh, Melly? Jij kan echt niet meer. Lion heeft het over de stenen in de Hisui-regio. En die zegt tegen Melly, als je een probleem met me hebt, wil je met Cleaver battelen? Is dat wat je wilt? Kijk hem. Waarom ruzie maken, jongens? Doe rustig. Help elkaar nou even. En Melly, hou gewoon je mond. Je bent nu vervelend. We moeten naar de Primeval Grotto. Hey, ik zie een unknown. Hier, bovenop de ding. Nee. Ja, unknown. Hallo, joh. Kom maar even gezellig mee dan. Toppie. Waar moeten we nou zijn? Is hier achter een verborgen grot of zo? Ja, hier beneden zal wel een ingang zijn dan, of niet? Ja, kijk daar. Jeetje. Kijk die Probobass daar. Die is echt immens. Oké, let's go. Wow, ik wil die Probobass negeren. Hallo, Nosebass. Ik wil jou wel vangen op zich. Ik heb flinke XP nodig, jongens. Ik moet nu echt een beetje gaan levelen, denk ik. Jij bent best wel groot, volgens mij. Ga ik jou vangen? Nee. Oh, het is een Alpha. Oké, hij is wel chill op zich. Auw. Hij is helemaal niet chill. Hier. Hij is level 70? Oké, level 70 is wel serieuze koek. Is wel echt serieuze koek. Nee, maak mijn float zo niet kapot. Ik ga je niet vangen. Ik wil je XP hebben. Sorry, Nosebass. Daag. Oké, dan gaan we even kijken wat hier allemaal gaande is. Zijn dit de ores, de mineralen, de steentjes die we nodig hebben, Lion? Irida voelt in ieder geval een vreemde kracht hier. En die vraagt aan Lion wat hij denkt. Nou, wat denk je ervan, maat? Is het een beetje mooie steentjes, deze oranje fonkeldingen? Lion die verzoekt mij vriendelijk om even aan de kant te gaan. Nou, is goed, joh. Oh, snap. Zijn jullie er ook nog, joh? Ik was jullie al helemaal vergeten. Ik wist niet dat jullie ook nog bestonden. Ademan zegt tegen Clover, we hebben je niet gezien sinds je uit onze clan bent gegaan. Waar ben je geweest? Clover zegt, ja, ga ik jou niet vertellen. Ga ik jou lekker niet aan je neus hangen. Wat denk je wel niet wie je bent, joh? Charm wil dat we deze schat uitgraven en het dan aan haar geven. En Coin zegt dat we niet zo verbaasd moeten kijken omdat we niet zo moeilijk waren om te volgen. Sjonge. Denken jullie nou echt dat jullie gaan winnen? Jullie willen echt weer battelen met mij? Oké, unlucky Charm, oké. Laten we dit doen. Right on! Oké, ik heb Floatzel, maar die is net half kapot gegaan. Dus ik hoop dat ik sneller ben. Denk het wel, toch? Ja, Rhydon die gaat sowieso in één keer down, toch? Hoppakee, lekker floatzotje. Ik vind het dan altijd wel lullig. Kijk, dan komt er nog een nieuwe Pokémon. En die Gengar gaat mij dan kapot maken. En vervolgens krijgt mijn floatzol gewoon helemaal geen XP. Die heeft dus de eerste Pokémon gesloopt. En daarna gaat hij down en dan krijgt hij geen XP. Dat is toch lullig, eigenlijk? Ja, ik vind het wel. Ik vind dit lullig, Gengar. Waarom doe je dit? Hey, zal ik even laten zien wat een goede Rhydon is? Dit is een goede Rhydon.
Bam! High horsepower! Let's go! Dag Gengar! Hoppakee, gewonnen! Nou, ja, zo moeilijk was het niet eigenlijk. Kom je allemaal hier drama maken hier binnen en dan is het echt twee keer klappen en dan is het klaar. Adamon vraagt aan Clover of ze niet terug wil komen naar de clan. Alles is veranderd, wij zijn veranderd, de tijd is veranderd, jij bent vast ook veranderd. En Clover zegt alleen maar, ben je gek? Maak je een grap? Ik wil helemaal niet terug. Naar zo'n plek met allemaal van die stomme regels. We laten je schat nu met rust. Maar beter ga je iets doen aan dat gat in de lucht. Ja, is goed. Gaan we doen. Als jullie even opzij willen gaan. Ja, oké. Okay, verdwijnen. Ik vind het ook helemaal goed. Alles is helemaal prima. Dan gaan wij even weer onze gang. En dan, ja, dan gaan wij even alles fixen voor jullie. Voor heel de wereld. Voor heel Hisui. Dus ook voor deze drie droeftoeters. Kijk, Lion is even aan de gang met zijn Sliggoo. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. En hij heeft wat van dat Origin Ore. Deze Sliggoo is ook wel tof. Vind ik wel een leuke Pokémon. Lekker, we hebben de Origin Ore. En men zegt dat deze een klein beetje kracht van de Almighty Sinnoh zelf bevat. Oeh. Goed gedaan, Lion. Lekker bezig. Leventon, neem de Origin Ore. Adamon heeft intussen alle stukjes weten te vinden van de rode ketting. En die heeft hij aan Leventon gegeven. En die zegt, ja, ik weet wel wat ik hiermee moet doen. Nou, we hebben ook de ore gegeven aan de professor. En Leventon zegt de fragmenten van de rode chain. En de steen van de Creation's Beginning. Wacht maar even buiten te... Terwijl ik aan het werk ga. Ja, kijk, daar is die. Hij zegt, we hebben het gedaan. Dit is de Origin Ball. Met deze Pokeball zou je dus de Pokémon kunnen vangen die daarboven staat. Bij de Tempel van Sinnoh. Oké, deze ziet er wel cool uit. Wat vet. Dit is een soort van de Master Ball van deze game, denk ik. Heel nice. Ik wil ook zo'n Origin Ball hebben. Ik wil zo'n echte hebben. Dit is super vet. Irida hoort weer een stem in haar hoofd. En ze zegt, Palkia wil ons helpen in de battle tegen... Dialga. Alles is nu klaar, zegt Leventon. Met deze Origin Ball moeten we terug naar de Tempel van Sinnoh samen met Palkia. En dat gaan we dan doen in de volgende aflevering, jongens. Ah, ik ben zo hyped. Ik vind het zo'n vet spel. Doe een duimpje omhoog als jij dit ook vindt. En vergeet niet te abonneren als je meer wilt zien. Dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!